Yes, 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 lieve luisteraars. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Van Niets naar Iets podcast. Dit is een hele speciale aflevering, want normaal gesproken hebben we één gast in de studio zitten. En dan gaan we het hele Van Niets naar Iets verhaal van die gast behandelen. Vandaag is het net even anders. We zitten in de studio met hitmachine Mo Max Pro, oftewel Mohamed Shahid. Welkom, Mohamed. Mohamed is de eigenaar van Max Pro, hairtiling tools. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in wat dat bedrijf doet, hoe het allemaal begonnen is, een stukje achtergrond van Mo, verwijs ik jullie door naar de tweede aflevering. Tevens ook de best beluisterde aflevering van de Van Niets naar Iets podcast. De eerste aflevering, hè? De tweede. De eerste aflevering opgenomen in deze studio. Met Mahsin, hè? Met Mahsin was het eerst. Ja, maar de eerste professionele aflevering was met jou. Professioneel opgenomen aflevering, moet ik zeggen. Dus voor de mensen die dat interessant vinden, willen weten hoe het bedrijf enorm veel omzet doet, actief is in meer dan 20 landen. Check dat vooral. Vandaag een beetje een andere setting in de studio. We zitten in de studio met drie mensen. Marwan El-Bashiri, Welkom in de studio, jij ook. Dankjewel. Hij is de zoon van Nassima El-Bashiri. Ondernemer die hier ook is geweest met een supergroot bedrijf. Onder andere 500 man personeel in dienst. Superleuke aflevering, check dat ook. Mohamed Shahid natuurlijk, ik gaf het net al aan van Max Pro en ikzelf. En wat we vandaag gaan doen, we hebben in de afgelopen periode hebben we een aantal vragen van volgers en luisteraars verzameld. Die gaan we behandelen in deze aflevering. Verder zit Marwan als 19-jarige ondernemer hier in de studio om wat advies te vragen aan de wat meer ervarende ondernemer Mohamed. Dus het wordt gewoon een leuk interactief gesprek met z'n drieën, waarbij we jullie vragen ook gaan behandelen. Dus ik zou zeggen, laten we gewoon lekker beginnen. En nogmaals, welkom in de studio, heren. Thanks. Dankjewel. Thanks. Hoe is het met je, Mo? Goed, goed. Jij ook? Ja, gaat lekker. Het is alweer een tijd geleden. Wanneer hebben we de aflevering opgenomen? Dat vroeg ik me dus ook af tijdens die hele intro, zeg maar. Volgens mij in de zomer, vorig jaar ergens, augustus zoiets. Ja. Augustus. Oké. Nou, dik een jaar geleden al. Ja, inmiddels een hoop gebeurd, hè? Een hoop samenwerkingen. Vertel eens, wat is er allemaal gaande? Sinds dat moment, of vanaf dat moment eigenlijk, hadden we toen al het bedrijf gestart in Dubai? Want ik weet het echt niet meer. Ik durf het even niet meer te zeggen. Volgens mij was je ermee bezig. Ik was er toen mee bezig. Nu inmiddels is het een feit. Ja. Zitten we niet meer in 20, maar in 40 landen. Kijk. Dat stukje is dus ook verdubbeld. Leuk. Zijn er nog niet. Want het doel is om zeg maar binnen 2 jaar vanaf dat moment in 100 te zitten. Dus, dat vertelde je toen ook. Ja. Dus het gaat goed. Heel druk. Zo. Heel druk. En van die 20 landen die erbij zijn gekomen, ja? Wat is het leukste land tot nu toe waarvan je zegt, ik ben echt blij dat ik die erbij heb? Land is een land voor mij inmiddels. Maar het meest opmerkelijke vind ik dan wel zeg maar Oekraïne en Rusland. Die zitten ook in het portfolio? Ja. En hoe gaat het daar nu mee? Veel van die landen zitten natuurlijk in de startende, in de startblokken. Ja. Dus ik zeg altijd binnenkomen is 1, maar daar blijven is 2. Ja. Dus je kunt heel makkelijk ergens starten. Maar de uitdaging is vaak zeg maar van hoe zorgen we ervoor dat we ook daadwerkelijk een markt gaan ontwikkelen daar of marktaandeel gaan winnen. Ja. En dat is de uitdaging. En daar heb ik altijd wel een lange termijn visie voor minimaal een jaar. Mm-hmm. En daarna weer een jaar later kijken van hoe we het kunnen verbeteren. Nou, je stelt zelf de vraag van we zitten in die emerging market, Rusland, Oekraïne, je staat in de startblokken. Binnenkomen is soms makkelijk, soms niet. Als je een netwerk hebt, misschien wat makkelijker. Mm-hmm. Maar je stelt jezelf al de vraag van binnenkomen is makkelijk, maar hoe zorg je dat je blijft en dat je gaat groeien? Je zegt, ik denk erover na, ik maak vaak een jaarplan. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Hoe gaan jullie Rusland en Oekraïne aanvliegen? Nou, in de basis kijk ik gewoon altijd terug naar hoe we zelf zijn gestart. Ja. Ik krijg wel eens de vraag van, hey Mo, hoe start je een bedrijf van A tot Z? Ja. Weet je wel? Z weet ik nog niet. Dan ga ik waarschijnlijk met pensioen. Maar A weet ik in ieder geval wel. En dat is, laten we beginnen bij het vinden van een product of een dienst. Nou, in ons geval is het een product. Ja. Nou, dan ga je vervolgens een brand bouwen. En een brand bouwen, dat zijn heel veel dingen bij elkaar. Ik geef eerst even een voorbeeld vanuit Nederland en daarna hoe we het toepassen in een ander land. Ja. Nou, stel, toen wij pas waren gestart, elk klein dingetje of elk klein stukje wat bijdraagt aan de herkenbaarheid of
aan de zichtbaarheid van een bedrijf, dat neem je mee. Ja. Dus stel bijvoorbeeld, je hebt een pand. Ja, dan zorg je in ieder geval voor dat je teruggevonden wordt in Google. Ja. Even een basisstap. Ja. Dus het zijn allemaal van die kleine dingen. Hoe bouw je een brand? Nou, wat doen mensen allemaal om een brand te bouwen? We zijn geen wielen opnieuw aan het uitvinden. Dus andere merken hebben het al vaker gedaan. Dus oké, je hebt een product. Coole, gave packaging. Waar je ook nooit tevreden over moet zijn. Want je moet altijd vooruitstrevend zijn naar nog beter en nog beter. Niet te onrustig zijn, want dat is ook weer niet goed. Private label. Sorry? Je private label. Zeg maar, je begint echt met een private label. Nou ja, ik heb het nu echt concreet over het bouwen van een brand. Ja, dus als je een brand aan het bouwen bent, dan is het ook je eigen brand. Mits je ervoor kiest, want Mediamarkt is ook een brand, maar die verkoopt allemaal diverse merken. Maar om het even dicht bij mezelf te houden, dan ben je dus eigenlijk aan het bouwen van een eigen merk. Ja. En dat kun je dan inderdaad ook private label noemen. Maar in dit geval dan Max Pro. Nou ja, coole, gave packaging. Goede kwalitatieve producten. En daarna merk ik tegenwoordig dat mensen denken dat de enige manier om succesvol te worden tegenwoordig is om influencers te benaderen en met influencers te gaan werken. Ja. Wie of wat, wanneer ben je een influencer? Ja. Men noemt mij zelfs een influencer. Dat is een goede vraag voor jou. Wanneer ben je een influencer? Weet ik eigenlijk niet, want ik heb diverse meningen gehoord. Mensen die bijvoorbeeld betaalde promoties doen, die noemen zichzelf influencer, maar die hebben geen bedrijf daarnaast. Dat vind ik echt een influencer. Ja. Maar ik zie ook ondernemers met een heel groot bereik. Ja. En die zeggen dan, oké, omdat ik dus invloed heb op wat mensen doen, dus ik influence mensen, dus ik ben influencer. Maar ja, ik heb nog nooit iemand horen zeggen dat Bill Gates een influencer is. Maar zie jij jezelf ook als een influencer? Nee, natuurlijk niet. Helemaal niet. Nee, helemaal niet. Ik ben gewoon lekker aan. Ik ben een ondernemer. Ja, ja, ja. Hè? Dus ik weet hoe ik van 1-2 moet maken. En of het nou volgers zijn of geld. 1 moet 2 worden. Ja, precies. Kijk maar hoe. Weet je, dus. Ik merk dat mensen alleen die manier van denken tegenwoordig toepassen. Ja. En dat is zonde. Want voor het hele internettijdperk, wat deden bedrijven? Nou, adverteren in kranten, bijvoorbeeld. TV-spotjes. Tramhokjes, wat we ook hebben gedaan. TV-spotjes, adverteren op een vliegtuig, bij wijze van, wat we ook hebben gedaan. Ja. Dus we doen heel veel diverse dingen. En niet alleen maar op social media krijgen over korting. Ja, ja, ja. Want er zijn meerdere wegen naar Rome. En alles complimenteert elkaar. Ik zeg niet dat het verkeerd is. Mm-hmm. Maar het is een combinatie van alles. En op die manier bouw je dus eigenlijk een bedrijf. Net als dat een bedrijf niet alleen kan bestaan uit een klantenservice. Een bedrijf heeft vaak een klantenservice, een marketingafdeling, een salesafdeling. En ga zomaar door. Ja. Weet je, dus om dan in ieder geval even terug te komen van hoe bouw je een bedrijf van A tot Z. Je doet van alles gewoon een beetje. Vooral in het begin. Je bent zelfstandig. Je moet alles zelf doen. Ja. Dus dan is het handig om zeg maar heel nieuwsgierig te zijn en van alles een beetje te weten. Ja, dus het is echt een combinatie van verschillende marketinginstrumenten die je in kan zetten. Ja, maar ook andere instrumenten zoals sales. Ja. Durf de telefoon op te pakken. Ja. En durf bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, als je tuinartikelen bij wijze van verkoopt, probeer dan gewoon contact op te leggen met bedrijven die in die markt actief zijn. Ja. Het hoeft niet zozeer gelijk grote bedrijven te zijn. Begin gewoon laag en ga zelf ook oefenen. Ja. Want jij hebt een product en hoe makkelijk is het nou dat als jij een beetje goed kunt praten, of in ieder geval een sterke pitch hebt, dat als jij zeg maar de eigenaar van die ene winkel weet te overtuigen over de kwaliteit van het product en de kwaliteit van jouw bedrijf, dan heb je er al een klant bij. Zeker. En een klant niet alleen maar voor 1 keer. Want dat is het vaak bij consumenten. Als je op de consumentenmarkt actief bent, dan is het heel vaak van oké, ze kopen bij jou 1 keer. Maar mijn business-to-business klanten, dus retailers en kapperszaken, die worden klant vaak voor het leven, totdat wij misschien een keer wat verkeerds doen. Ja. Of doordat je te duur wordt, of inderdaad in hun oogoptiek dat wij wat verkeerds doen. Ja, maar die lopen minder snel weg inderdaad. Dus die consumenten lopen zijn heel ontrouw en bij bedrijven is dat minder het geval. Precies, precies. Ja. Leuk. Ja.
Ah, dat is dus een mooie combinatie, een mooie mix, een mooie cocktail van allerlei zaken die je toe kan passen om succesvol te zijn. Of dat nou in Nederland, Rusland of Oekraïne is. Ja, dus om terug te vallen op dat stukje van Rusland of Oekraïne of whatever. Ja. Mm-hmm. Je kijkt dan heel goed met die klant van jou, van waar sta jij nu? Ja. Ben jij pas startende? Ja. Of heb je al een gevestigd bedrijf? Ja. Heb je al een klantenservice? Heb je al een marketingteam? Heb je al een sales team? Zo ja, hoe groot zijn die? En afhankelijk daarvan ga je proberen in te schatten van oké, hoe groot is dat bedrijf? Tot in wat zijn zij in staat? Dus je kijkt ook naar hoe groot dat land is. En daar ga je dan weer op afstemmen. Ja. Ja. En kijk je dan toevallig ook naar de regionale ontwikkelingen? Dat je zegt van oké, we gaan dus naar een Rusland en naar een Oekraïne. Dit zijn belangrijke ontwikkelingen of trends in dat land. En daar zet ik mijn marketingactiviteit op in. Zeker, zeker. Ja. In het begin ga je gewoon heel goed in gesprek met je klanten. Ja. Om te weten van oké, wat doen ze nou al en wat doen ze nog niet. En in dit geval zijn dan jouw klanten distributeurs of retailers in die landen, neem ik aan dan, toch? Het zijn vaak bedrijven die een beetje hetzelfde doen als wij. En wat doen wij? Wij zijn een professioneel merk. Wij bedienen in Nederland inmiddels al meer dan 3000 kapperszaken. Ja. En dat doen we dus niet alleen omdat het merk zijn. Maar goed, vaak zijn het dat soort bedrijven. Oh, die krijgen dan een licentie van jullie om het te verkopen in hun netwerk. Ja. Als het ware. Ja, ze krijgen een exclusiviteit. Leuk, leuk man, leuk, ja. Leuk. Dus dat is als je dan kijkt van oké, wat is dan het meest opmerkelijke land waar je dan komt liggen in oorlogstijd. Dat is inderdaad wel een opmerkelijke. En als je zegt van het minst leuke land. Nou, dat was een land waar ik per se gewoon naartoe wilde. Ik weet niet of je het daarover wil hebben. Ja. Ik wilde niet per se naartoe, maar het is wel een strategisch belangrijk land om überhaupt te liggen. Of de afzetmarkt is gewoon interessant genoeg. Welke zou je dan benoemen? Ja, ik denk misschien gewoon Luxemburg. Oh ja. Komen producten daar ook, maar het is een... Hoeveel mensen wonen daar eigenlijk? Slijme dood. Volgens mij een paar honderdduizend. Ik heb België gepakt en gedeeld door 2 en toen dacht ik van, dat zal het wel zijn. Maar het BNP, dus het Bruto Nationaal Product van Luxemburg, is wel even het hoogst van de wereld, hè? Dus wat de mensen daar verdienen is best wel hoog, het gemiddelde. Tuurlijk. Dus je kan daar wel weer met je marge leuke dingen doen, volgens mij. Of is die wereldwijd een beetje hetzelfde voor iedereen? Nee, dat verschilt wel. Dat verschilt wel echt wel per regio. Okay. Alleen wat je zegt, inderdaad, je kijkt daar wel naar. Alleen het is zo klein dat het alsof het een druppel op een heet gloeiplaat is. Zeg maar. Of, dus dan... of alle Luxemburgers moeten aan Max Pro hairstyling producten. Ja, dan wordt precies, het wel weer interessant. Precies. Nou ja, goed, ik niet allemaal. Ja, inmiddels wel, want we bedienen ook mannen veel natuurlijk. Maar, Ja, mannen zijn er natuurlijk tegenwoordig ook mee bezig, hè, met de hairtrimmer. Ik heb een jaar geleden er een van jou gekregen. Ja, ja. Als sample, toen na het interview. Ik moet zeggen, fantastisch ding, man. Okay, werkt nice. Nog steeds dankjewel. Perfect, ondanks dat het een sample was. Ja. Nee, grapje. Het was gewoon echt perfect. Ja. Het is een perfect ding, werkt goed. Ja. Hoe gaat het daar eigenlijk mee met die toevoeging goed, die toen gedaan hebben? Goed, goed. Het was natuurlijk de eerste toetreding tot een nieuwe categorie of een nieuwe doelgroep. De mannendoelgroep. De mannendoelgroep in dit geval. Ja. Dus wat we dan altijd doen is we gaan testen. We gaan kijken hoe het wordt opgepakt. Niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Wat grappig was bij dat product is dat wij het zeg maar wouden introduceren in Nederland. Maar telkens moesten uitstellen inderdaad. Hoezo? Ja. Omdat we al uitverkocht waren voordat het zeg maar de voorraad was er niet. Weet je bent aan het forecasten en soms maak je daar ook wel eens problemen, fouten in. Maar goed, niet fouten, er is gewoon veel vraag. En, precies, nou, het is een luxe probleem. Ja, luxe probleem. Dus, maar het is desalniettemin een fout. Want liefst... Ja. Weet je? Apple heeft dat probleem ook wel eens. Tuurlijk. Maar ook zij zullen ervan balen. Absoluut. Zeg maar, weet je? Absoluut. Nu je het hebt over voorraad, en dan had je het ook benoemd over Rusland en Oekraïne. Hoe zit het met het versturen van producten naar die landen? Gaat dat heel traag? Dat verschilt heel erg per periode. Helemaal met de oorlog. Ik heb zelf gemerkt dat het van bijvoorbeeld 4 weken tijd naar opeens 10 weken kan gaan. Heb je dat zelf ook vanuit ervaren? Vanuit welk aspect, zeg maar? Nou, bijvoorbeeld als je producten uit China wilt importeren, dan gaat het meestal via de trein. En door Rusland kan dat opeens heel erg traag gaan. Ik zou je dan adviseren om niet met trein te vervoeren. Ja, maar dat is wel voor wat kleinere ondernemers het goedkoopst. Wat ik heb gezien in ieder geval in de markt, want ik ken die markt natuurlijk hartstikke goed, is dat die prijzen bijna gelijk aan elkaar zijn, vooral in deze periode. Ja. De periode waarin het langer duurt vanuit bepaalde continenten of naar continenten toe, ligt hem tegenwoordig voornamelijk in de rederijen. Vertragingen daarin, weet je wel. Dus, Maar ik denk dat jullie hebben een heel groot magazijn. Ik denk dat jullie voornamelijk ook vanuit het centrale magazijn... Ja, ja.
dat de landen toestuurt. Toch? Dan heb je de route Nederland-Oekraïne in plaats van bijvoorbeeld China of ja, Azië. Ja, dat is wat ik ook bedoel. Rusland. Stel, je verstuurt vanuit Nederland naar Oekraïne. Merk je daar ook nog vertraging bij? Of is dat gewoon, gaat dat soepel? Wij versturen vanuit Nederland niet... Naar Oekraïne, Rusland. Niet naar wij versturen vanuit Nederland enkel naar Nederland en België. Oh, oké. Okay. Ja? Oh, ja, ja. Dus okay. Alles wat wij versturen naar de rest van Europa verloopt via Italië. Okay. En alles wat we dan vanuit daar, daarbuiten weer, dus vanuit Nederland doen we Nederland-België. Vanuit Italië doen we de rest van Europa. Oh, vanuit Dubai doen we dan de rest van de wereld. Ja, mooie hub. Mooie verdeling. Ja. Ja, ik denk dat onder de strepen blijft de handel blijft gewoon doorgaan. Ik bedoel, het is natuurlijk wel een oorlog, van politieke oorlog kun je bijna zeggen. Maar ik denk dat de doorstroom van de producten blijft gewoon wel doorgaan. Ja. Het zal misschien een week vertraging hebben of iets het in die richting. Het duurt wat tijd inderdaad, het kost wat tijd. Maar... Ja, over land zal het wat langer duren met de trein, omdat je natuurlijk grensposten hebt, controles, ja, maar door de lucht of de boot zal het wel meevallen. Ja. En dan zijn we eigenlijk aangekomen, we hebben net tussendoor, tussen neus en lippen door, hebben we de eerste vraag eigenlijk al beantwoord. Hè? Een vraag van de luisteraars, van de volgers van Moas deze. Mm-hmm. Over het starten van een bedrijf van A tot Z en hoe je dan je brand opbouwt. Ik denk dat we daar een mooi antwoord van jou op hebben gekregen. Gaan we door even naar de tweede vraag. Lees ik hem even op vanaf het blaadje. De tweede vraag die luidt als volgt. Hoe heb je ervoor gezorgd dat jouw brand bekend werd? Nu hoef je bijna geen ads te draaien en je draait al. Hoe heb je de beginfase overleefd? Dat zijn eigenlijk twee vragen in één. Maar ik denk wel een... dat is een mooie vraag. Zeg het maar op. Ja, gewoon heel veel cirkeltjes maken en dan draai je gewoon. Nee. Dat is ook een strategie. Ja, daarom. Wij hebben nooit echt serieus ads gedraaid, überhaupt. Okay. Ja? Dus het is niet zo dat ik intern... En ads, dan hebben we het over Google Facebook ads, Google ads, Instagram ads, noem het maar op. Ads. Een bewuste keuze? Of? Sorry? Heb je er bewust voor gekozen? Of is het nooit zeg maar, van toepassing geweest? Het is niet nodig. Het is niet nodig, okay. Ja. Nou, dus we hebben wel eens wat geprobeerd, hè. Om het gewoon een beetje te proberen. Kijken wat het doet, dus en zo. Ja. Dat ga ik niet ontkennen. Maar we hebben nooit echt gezegd van... We gaan er een ton per week in Precies. Ja. Dus dat hebben we dus nooit echt gezegd. Misschien hebben we in totaliteit nog geen 10.000 euro in die hele 9 jaar geïnvesteerd in ads. Dus puur om te proberen. En dan was het tussen mond en lippen door dat ik tegen iemand zei van oké, nou ja, ga maar proberen. Geen probleem. Ja. Iemand van de marketing. Ja. Dus dat hebben we nooit echt gedraaid. Is omdat wij ons, en daar vergissen mensen zich nog wel eens in. Omdat ze ons vaak op social media voorbij zien komen. Denken zij dus dat we zeg maar influencers zijn, nogmaals. Ja. Maar dat zijn we niet. We zijn gewoon ondernemers. Dus we verkopen onze producten al jarenlang naar retailers, zoals bijvoorbeeld een bol.com of een Mediamarkt of een Douglas. Oh. Dus zij doen dat al. Waarom zou ik hun dan nog eens in de weg gaan staan door hetzelfde te doen? En zij weten dat ik meer marge pak. Ja. Dus waarom zou ik dat doen? Dan ga je concurreren met je klanten. Precies. En mijn klanten die zijn daar veel beter in. Dus ik geef hen liever de ruimte om dat te doen. Ja. Zodat zij het kunnen doen voor ons. En voor hunzelf natuurlijk. Ja. En zo verdient iedereen een boterham. Slim. Maar tegelijkertijd heb je natuurlijk ook nog het product. Product van kwalitatief goed product. Mm-hmm. En wat krijg je als mensen een kwalitatief goed product gebruiken? Ja. Dan heb je natuurlijk de mond-tot-mond reclame. Precies. Heeft dat nog een grote rol gespeeld bij het feit dat jullie bijna geen ads hoeven te gebruiken om succesvol te zijn? Ja, kijk, ik gaf het net al aan, hè, 3000 kapperszaken die onze producten gebruiken, maar ook verkopen in de salon. Mm-hmm. Dus stel je eens voor, 3000 kapperszaken elke dag in, dag uit, die onze tools gebruiken. Ja. Wat is het effect daarvan? Je zit op een stoel, je ervaart de kwaliteit van het product. Ja. Als je niet ter plekke koopt, koop je hem later op de dag online. Ja, overal te verkrijgen. Ja. Ja, en daarom was het heel belangrijk om overal... Mooie mix. Mooie mix van de marketingpotjes van een Douglas met weet ik veel hoeveel miljoen marketingbudget inderdaad. En een stukje kwaliteit van het product. Ja. En de professionele kappermarkt. Hè? Dus de professionele kappermarkt die jouw producten aanbiedt en aanprijst. Precies. Dat is perfect. Ja. Maar zo nu en dan hebben jullie wel wat kortingsacties die jullie zelf inzetten. Tuurlijk, maar dat hoort er natuurlijk ook bij. Ja, maar we bereiken ook minimaal 5 miljoen mensen elke maand weer. Hè? Dus daar moet je dan wel wat via Snap. Ja.
Ja. Oh, mijn zus en ik zijn allebei Snapstars, om het maar zo te zeggen. Ja. Officieel ook de gele ster, hè? Ja, ja, dat is dus die Snapstars. Ja, ja, ja. Die maar hoeveel volgers moet je hebben om zo'n ster te hebben? Wat waar moet je aan voldoen? Het heeft niks te maken met volgers. Het mm-hmm. heeft gewoon te maken met een aantal indicatoren. Dat is in de loop der jaren wel steeds moeilijker geworden. Maar ik denk gewoon vooral... Stukje bereik, kwaliteit van de content, denk ik. Dat denk ik, ja. Ja, maar dat weten we nooit zeker. Ja. Fantastisch. Ik zit even te denken. Ik moet hem weer even oppakken. Waar was ik ook weer gebleven? Want ik had net een vervolgvraag in mijn hoofd over dat stukje met marketing, et cetera. Maar we laten hem even schieten. Mm-hmm. Dat was hem. Ik begon over de kortingen die jullie zelf af en toe ook geven. Ja. We hebben op dit moment, of jullie hebben op dit moment, hele leuke korting lopen. Mm-hmm. We gaan er nu nog niks over zeggen. Ja. Mensen moeten blijven luisteren tot het eind van deze aflevering. Ja. Hele, hele, hele dikke korting. Dus blijf luisteren om gebruik te kunnen maken van die korting, mensen. Mm-hmm. Hoe lang loopt die korting trouwens? Want ik besef me ineens, deze aflevering wordt pas over een paar weken gepubliceerd. Dus dan is hij al voorbij. Dus we skippen hem. Maar we gaan wel misschien iets leuks bedenken voor aan het eind van deze aflevering. Ja? Deal, doen we. Oké, perfect. Want de vorige keer hadden we dat beloofd, maar we waren vergeten te doen met de tweede aflevering. Oké. Yes, dan gaan we door naar de derde vraag van de volgers van Mo. Die luidt als volgt, komt-ie. Ik wil graag iets starten en heb heel veel ideeën. Echter heb ik daar het geld voor nodig en ben ik in loondienst en heb ik een gezin. Wat nu? Iets wat je vaker hoort, hè? Ja, heel vaak eigenlijk. Los van deze vraag... Het zijn drie factoren. Ik vat hem even samen. Dus je wil iets beginnen, mm-hmm. er is risico en je hebt geld nodig en je bent vast in dienst. Wat doe je? Je moet mensen onderhouden. Ja. Ja. Je hebt een idee, mm-hmm. hou die idee vast. Je bent in loondienst, spaar tot in hoeverre dat kan. Tot je een eigen vermogen creëert. En daar kom ik zo nog even op terug. Wat waren die andere twee indicatoren? Je bent verantwoordelijk voor een gezin. Oké, dus inderdaad, voldoe die plicht en spaar daar waar nodig. Ga in gesprek met je vrouw en hopelijk zal ze je daarin supporten. Waardoor het zeg maar het draagvlak groter is. Ja. Ja, en die laatste? Dat was hem eigenlijk. Het waren drie elementen. Dus een stukje geld, een stukje verantwoordelijkheid, een stukje risico wat je loopt met het opzeggen van je eventuele vaste baan. Ja. Maar hoe vast is vast nou tegenwoordig? Ja, goed. Kijk, weet je, wij zijn negen jaar geleden gestart. 9 jaar, toch? We waren gestart met 5.000 euro. En dit jaar tikken we de 40 miljoen aan. Schal. Dus, ja. Als ik het kan jij het ook. Ja. Het zijn hele simpele dingen die ik zojuist heb opgenoemd. Hè. Ja, spaar gewoon. 5.000 euro moet lukken, denk ik. Maar wat je wel merkt, dat soort mensen zitten vaak in zo'n comfortzone. En die vinden het te eng om eruit te stappen. Ja. Laten we zeggen, je zit in loon die je zou part-time kunnen werken. Maar dat is voor hun echt een risico. Ja. En omdat ze dan gelijk wat minder zien op hun rekening, ja, dus haken ze daar heel snel af. Ja. En dat is iets waar je overheen moet komen, lijkt mij. Absoluut, absoluut. En ik zou ook zeggen... zoals Mo ook zei, met je vrouw gewoon heel goed overleggen hoe we dit gaan doen. Als je een vrouw hebt. Ja, er ook heel veel jonge mensen. Ja, nee, maar ook bijvoorbeeld, kijk, ze hoeven ook niet part-time te gaan werken. Ja. Kijk, ik bijvoorbeeld, dat is wel heel grappig. Toen ik dus zeg maar, het bedrijf waar ik werkte, ging failliet. Okay. En ik had dan een ex-bedrag meegekregen om te overbruggen. Dus ik had zeg maar nog geen 5.000 euro, maar ik had wel een salarisje of twee maanden precies. Dus dat geld was er om te investeren. Vervolgens ben ik niet gaan zeggen van oké, ik pak dat geld en ik investeer het volop in het nieuwe bedrijf. Nee, wat ging ik doen? Ik ging koffers sjouwen in de ochtend van 6 uur 's ochtends tot 11 uur of tot 12 uur. Mm-hmm. Ja, ja. Bij Schiphol. Mm-hmm. Dus koffers, bandwerk, ja, ja, ja. Gewoon niet nadenken, gewoon doen mentaliteit. Weet je wel? Ja, ja. Ik wist dat ik daar dat ik beter kon. Maar goed, ik deed het gewoon omdat ik dacht van oké, dan heb ik in ieder geval een inkomen. Maar nog belangrijker is... Je hebt tijd over. Om 12 uur ben ik klaar wakker. En dan kan ik dus bouwen aan mijn bedrijf. Ja, precies. Ja? Dus ja, jezelf een beetje opofferen, denk ik. Ja. Ja. Opofferen om uiteindelijk vooruit te kunnen, inderdaad. En zoals je zegt, je begint met 5.000 euro. Hoe kan ook kleiner. Je hoeft niet per se met 5.000 euro te beginnen. Maar vooral ook geloven in jezelf. Ja, hè? Ja, ja. Ik bedoel, kijk, dat ik dit zo zeg... klinkt heel makkelijk en voor iedereen uitvoerbaar. Maar iedereen struggelt zeg maar zo met zijn eigen denkwijze. En daarin moet je dus eigenlijk heel sterk in zijn. Ja. Weet je?
geef je maar een voorbeeld. Mensen zeggen bijvoorbeeld ook wel eens vaker tegen me, hey, je moet gaan trainen. Blablabla. Ja, ik weet niet waar dat precies vandaan komt, want ik voel me gewoon lekker. Maar ik ben het wel met hun eens dat ik zeg maar wat fitter wil zijn. Niet zozeer vanwege het feit omdat ik dan aantrekkelijker ben of werk van wat dan ook. Of verzin het maar. Maar omdat ik me dan beter voel. Ja, het is gewoon goed voor je. Maar ook met de gedachtegang. En daar struggle ik zelf dan mee. Hè. Dit is dan een eigen struggle. Is dat je zeg maar twee jongens hebt van 9 en 6. Zij worden ouder. Zij zijn nog hartstikke living. Kunnen alle kanten op springen. In de bloei van hun leven. Precies. En jij wil dat nog allemaal meekrijgen. Ja, ja. Ja, los van dat alles natuurlijk geschreven staat van hoe het zal verlopen. Probeer je wel zo fit mogelijk voor hen te zijn. Om zoveel mogelijk met hun mee te kunnen draaien. Ja. Ja. Als jij jezelf, als het voor je geschreven staat. Sorry. Dus ik probeer mezelf dan altijd zeg maar zo ver te krijgen om daadwerkelijk te gaan bewegen. Ja. Ik heb dan niet zozeer een struggle financieel gezien. Maar op andere vlakken heb ik ook mijn struggles. Ja. En dat eigenlijk. Ten slotte blijven we allemaal mensen toch? Precies, dus uiteindelijk is het heel belangrijk dat dus je gewoon een bepaalde discipline hebt. Ja. Voor jezelf en disciplinair erin bent. En het moet ook passen in jouw leven. Ja, want ik kan wel zeggen, ik ga vanaf morgen elke ochtend om zo en zo laat ga ik trainen, dit, dat, zus en zo. Maar ja, ik bezoek deze maand alleen al drie landen. Oh, yeah. Yeah. Welke drie landen zijn dat trouwens? Ik ga naar Istanbul. Mm-hmm. Ik moet naar Dubai. Mm-hmm. Inderdaad Turkije en Singapore. Nice. Oh, nice. En wat staat er op de planning tijdens die drie bezoeken? Wat ga je daar doen? Allemaal beurzen en allemaal geld halen. Lekker. Ja, kijk, jij traint op een andere manier. Jij telt geld. Dat is ook zwaar, hè? Ja, dat is heel zwaar. Als ik terug mag komen op jou, want je had het over 5000 euro waar je mee begon, toch? Ja. Voor mij, hoe moet ik dat zien? Heb je daar zeg maar compleet voorraad van gekocht? Of ja. Heb je ook nog iets anders geïnvesteerd? Ja. Wat meeste mensen niet weten. Nee, gewoon echt voorraad. Voorraad, ja. En jij deed zeg maar de rest gewoon sales, cold. De telefoon oppakken en iemand bellen en zeggen dat je een topproduct hebt, kost geen geld. Ja, ja. Alleen je eigen tijd. Ja. Dus heel veel tijd en 5000 euro. Ja. Oké. Okay. Ja, maar Juan heeft hij allemaal gezegd in de tweede aflevering, hè? Ja, maar dat moet even terugluisteren. Dat is goed. Zo drinkt Marwan weer anderen om naar de deel 1 te luisteren. Want er zijn natuurlijk sinds deel 2 heel veel mensen bijgekomen, later ook. Dan is dat goed om een beetje terug te vallen op wat er allemaal gebeurd is en verteld is. Ja. We hebben een vierde vraag van de volgers van Mo. En die luidt als volgt. Je doet Max Pro 9 jaar nu op dit moment. Maar je bent pas succesvol sinds je influencer bent, toch? Nee. Heb het vorige keer ook een beetje over gehad, hè? Ja, mensen, de meeste mensen... Kijk, het is net als een... Hoe kan ik het zeggen? Het is net als een auto of een persoon die je net voorbij ziet komen of net leert kennen. Je kent het verleden niet. Precies. Ja. Dus jij ziet mij nu op een bepaalde manier. Maar je weet nog niet echt wat we zeg maar al hebben gedaan. Ja. En van een auto weet je niet of die ingetrapt is of niet. Je ziet de auto, maar je weet niet hoe iemand ermee is omgegaan. Precies, ja. Precies. Ja. Inderdaad. Dus nee, het is, we zijn al hartstikke stabiel gelukkig. En hebben een hele sterke supply chain neergezet, alhamdulillah. Dus in dat opzicht weet je, gaat het nu gewoon goed. Maar blijven we hartstikke scherp voor veranderingen in de markt. Want je moet nooit te comfortable zijn, om het maar zo te zeggen. Ja, dus in dat opzicht nee. Ik onderneem al 9 jaar. Alleen jij ziet mij dan. En hoe lang ben je actief? Echt actief op social media? Ja, dat dus die periode dat ze me zien. Ja, dat is hoe lang nu? Bijna misschien 3 jaar. Ja, want ik wou net zeggen, want ik heb natuurlijk tijd gevolgd, ook voordat we het eerste interview hebben gedaan. En wat me toen opviel, is dat jullie heel veel beursdeelnames hebben gedaan. Heb je de vorige keer ook benoemd. Mm-hmm. Je hebt extreem veel beursdeelnames gedaan. Dus in de eerste 5 jaar dat jullie actief waren, 4, 5 jaar. Ja. En eigenlijk vanaf het moment dat jullie, denk ik, wat is het, 200, 300, 400 beurzen erop hadden zitten. Vanaf dat moment ben je eigenlijk pas bezig gaan houden met social media. Dus je was, in principe heb je de fundering al opgebouwd. Je hebt dan bepaald succes. En dat social media verhaal kwam er later gewoon bij als een stukje, een stukje communicatiekanaal en branding. Ja, precies. Precies. Dus, en niet ook, je bent niet succesvol door social media, maar je doet het er gewoon bij omdat je het leuk vindt. Sterker nog, als we kijken naar ons eigen bedrijf nu, Max Pro. Max Pro Hair, dat is dan een Instagram kanaal op Instagram. Ja. En die kanaal wordt niet eens beheerd door iemand van ons intern.
Wat natuurlijk hartstikke zonde is. En daar heb ik dus nu nog een vacature voor openstaan. Die heb ik pas online gezet. Ja. Dus weet je, die focus ligt bij ons niet zozeer bij social media. Ik begrijp dat het een heel belangrijk onderdeel is. En daar zijn we ons heel erg bewust van. Dus daar zijn we ook mee bezig. Alleen, we hebben een hele andere stabiele kant. Dus nogmaals, het is niet de enige manier om successen te kunnen boeken. Nou, bij jullie is het voornamelijk dat netwerk wat jullie hebben opgebouwd door keihard te werken. Beurzen, salesgesprekken, netwerken. En dat social media wordt nu wel natuurlijk steeds groter en groter. Dus het is een interessant kanaal wat erbij is gekomen. Maar je bent niet succesvol sinds je influencer bent. Nee. Die conclusie kunnen we wel trekken. Nee. Hebben we een mooie vijfde vraag? Mag ik daar nog wel even op inhaken? Tuurlijk, zeg alles maar. Mag. Voor de ondernemers, want ik kan me zomaar voorstellen dat die persoon daar een ondernemer is. Kijk daar ook voor uit. We zijn mensen. Dus de ene dag ben ik hartstikke happy en de volgende dag heb ik geen zin. En als ik dan zeg maar mijn omzet puur haal uit mijn social media kanalen. Ja, dan kan ik wel content vooruit plannen en dergelijke, maar dan komt dat niet echt over. Maar als dat de enige manier is, dan is het bedrijf echt wel te veel afhankelijk van jou. Ja, van de moed van de mensen ook. Exactly. Ja. Dus kijk daar vooral mee uit. Zorg ervoor dat dat niet de enige kanaal is waarvan je afhankelijk bent om omzet te genereren. Want als dat zo is, dan is je houdbaarheidsdatum veel korter dan een soortgelijke ander bedrijf. Ja, je bent te afhankelijk van één kanaal inderdaad. En zoals je zegt, het zijn allemaal mensen die daar actief op zijn. En je komt ergens in een timeline terecht met allerlei andere berichten. En dan sta je ineens tussen. En precies. Stel je voor die algoritme verandert. Ja, dan heb je een probleem. Ja. Goeie tip, goeie tip. Luisteraars, doe er wat mee. Je was net te laat met schakelen, Koen. Oké, gaan we door naar de vijfde vraag. Een mooie. Tussendoor wil hier en daar wel laten vallen, maar ik denk goed om nog een keer te behandelen. Wat is jouw grootste drijfveer, Mo? Waar doe je het allemaal voor? Waar doe ik het allemaal voor? Ik doe het denk ik vooral omdat ik het leuk vind. Ik ben in staat om ook nog heel veel andere dingen te doen. Misschien dat je het ook anders kan stellen. Van wat houdt jou uit je bed in de ochtend? Zeg maar, wat maakt jou echt ready voor de dag, zeg maar? Ja, maar dat is echt een oprecht dezelfde antwoord. Ja, ik vind het oprecht leuk. Je vindt het echt leuk, oké. Snap je? Ja, dus kijk, als jij iets doet wat je leuk vindt, voelt dat nooit aan als werken. Nee. Snap je? Dus je kunt wel zeggen van oké, ik ga een bedrijf starten om geld te verdienen. Prima, maar dat gaat er niet voor zorgen dat je zo succesvol wordt. Yeah. Want geld moet niet het doel zijn, maar is gewoon een middel om doelen te bereiken. En ik vind het zelf voor mezelf oprecht gewoon leuk. Omdat ik van hou, zeg maar, om van 1, 2 te maken of van 2, 4 enzovoort enzovoort. Maar oprecht gewoon leuk. Doe gewoon iets wat je leuk vindt, zodat het niet voelt alsof je aan het werk bent. En als je dat gevoel wel hebt, dan ben je het verkeerde aan het doen. Ja. Dus we zijn echt gevoelensmensen, weet je wel. Dus je hebt dan doelen en die doelen die kunnen veranderen. Weet je? Kijk, een doel kan een hele coole auto zijn. Dat kan, hoeft niet, weet je wel. Maar het kan ook dichterbij zitten. Ik heb ook altijd geroepen van oké, als mijn kinderen straks, of mijn oudste zoon, hè, toen hij pas was geboren, toen dacht ik van oké, als hij 16 is, dan wil ik dat alle meiden bij hem in de klas een stijltank van Max Pro of een krultank van Max Pro hebben, zeg maar. Weet je wel? Mooi en doel. Dat was dan zeg maar het doel. Dus wat moest ik daarvoor doen? Is ik moest ervoor zorgen dat het producten in grote mate van beschikbaarheid zouden zijn. En als het me niet zou lukken, heb ik inmiddels ook alweer een andere plan daarvoor om het doel alsnog te bereiken. Want dan ga ik ze gewoon gratis weggeven. Oh. Op die scholen. In die klas. Hoe dan ook. Hoe dan ook, ze krijgen dat allemaal. Doel ga je sowieso halen. Als hij 16 is, ja, precies. Ja. Hoe oud is hij nu? Hij is nu 9. 9, nog 6 jaar. Ja. Komt wel goed. Ja, mooi man. Ik denk dat het wel heel herkenbaar is. We hebben hier, dit is inmiddels aflevering 22. Mm-hmm. En heel veel gasten hebben het hier inderdaad ook over het feit dat je iets moet doen wat je leuk vindt. Want dat voelt het niet als werken. Precies. Tegelijkertijd, als je iets doet voor het geld en je hebt een keer je dag niet, dan ga je toch minder snel die laptop openklappen of het veld in. Precies. Dus inderdaad, goed advies. Doe wat je leuk vindt, dan voelt werken nooit als werken. Ja.
Dus dat is absoluut een mooie tip. En ook als je een mooie drijfveer ook. En ook als je aan het schalen bent. Hè? Dus geef je maar een voorbeeld. Je moet geen boekhouder aannemen om bijvoorbeeld sales te gaan doen. Want dat vindt hij niet leuk. Dus je moet ook echt op zoek gaan naar salesmensen om op die positie te zetten. En natuurlijk zullen er in het begin dingen zijn die je niet leuk vindt om te doen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, ik vind sales hartstikke leuk. Maar ik vind administratie wat minder leuk. Ja. Dus het eerste wat ik deed in het begin is dat ik iemand aannam voor de administratie. Ja. Ja? Zodat je kan blijven focussen op hetgeen wat je leuk vindt. Precies, ja. En hij of zij vond dat weer leuk. En zo werden we one big happy team. Ik denk dat in de basis iets wat leuk is, is leuk. Maar er komen altijd zaken bij kijken, zoals de administratie, et cetera. Ja. Dat hoort er nou eenmaal bij om het geheel te runnen. En dat kun je inderdaad, als zoals jij zegt, gewoon uitbesteden. Precies. Moet je vooral doen. Want er zijn altijd specialisten die dat beter kunnen dan jij. Ja, inderdaad. En jij moet vooral blijven doen wat je zelf leuk vindt. Want dan blijft het het langst leuk. Marwan, heb jij nog een mooie vraag voor Mo? Een vraag? Ja, een vraag. Ja. Oké. Ik zal gewoon met mijn eerste vraag eens beginnen. Wat is het grootste risico die je nam in het ondernemen? Dus in die 9 jaar tijd. Of misschien daarvoor zelfs al. Wat is echt een risico waar je zelfs tot vandaag nog steeds van denkt van wow? Dat is een goede vraag. Maar ik heb niet echt het gevoel dat ik hele grote risico's heb genomen. Mm-hmm. Ik kan vrij goed relativeren. Goed doordenken. Tuurlijk maak ik fouten. Hartstikke normaal. Maar ik sta daar niet te veel bij stil. Okay. Want als ik zeg maar naar een punt ga waarin ik mezelf toelaat om te denken van wow, dan kijk ik niet meer scherp. Ja, precies. En wat doe je daarmee? Nee, ik snap je wel. Nou, is omdat mensen zeg maar soms heel snel geneigd zijn om van iets een groot probleem te maken voor hunzelf. Mm-hmm. Kijk, het meest enge plek waar je maar kunt zijn ter wereld is in je hoofd. Nergens anders. Ja. Weet je? Dus als jij denkt van hey, wow, dan maak jij het wow. Want iets wat voor jou wow kan zijn, kan voor mij een walk in the park zijn. Ja, dus daarom denk ik altijd bij mezelf van oké, moet ik hier daadwerkelijk wel wow over denken? Of is dit gewoon weer een uitdaging die ik heb meegekregen in het ondernemen? Ja. Dus je hebt nooit al je geld van heel je BV, al je BV's gestopt in voorraad. En nooit het gevoel gehad van wow, als het nu niet lukt heb ik een probleem. Je hebt altijd gerelativeerd en dat altijd met voorbedachte raden gedaan. Of gewoon later in de jaren dat je opeens dacht van in het eerste jaar. Ik ga quoten, ik heb nu bij wijze van 80% van mijn geld in voorraad. Maar cijfers en data laten mij zien dat ik in de laatste 3 maanden van het jaar Het meeste verkoop. Ja. Dus dan is het wel van, oké. Eigenlijk heb je nu een groot risico. Ja, maar dat is niet, ik noem het niet groot. Nee, voor jou niet. Snap je? Want kijk, mijn producten hebben geen houdbaarheidsdatum. Hè? Ja. Dus als ik ze nu dan niet verkoop, precies, voor het eind van het jaar, dan verkoop ik ze volgend jaar wel. Ja. En, nou ja, goed. Dan zijn mijn cijfers voor dat jaar misschien wat minder. Maar dan kan ik het in ieder geval wel onderbouwen. Dat is een goede mindset. Ja, dat is wel het voordeel van jouw product. Het enige waar je tegenaan zou kunnen lopen is dat de trend verdwijnt. Hè? Dus dat een bepaald product uitontwikkeld is en dat op een gegeven moment die curve omlaag gaat en dat je hem opnieuw moet ontwikkelen. Maar dat is niet met 1 of 2 jaar. Dat is meestal onder 5, 6, 10. En sommige producten blijven zelfs 20 jaar gewoon precies. Goed, als de kwaliteit maar goed is. Exact. Mooi, dankjewel voor je vraag Marwan. Ik pak even de volgende vraag op die wij zelf voorbereid hebben, die wij terug hebben gekregen van de volgers van ons Instagram account, van Niets Naar Iets. Die luidt als volgt. Hoe was je school/geschiedeniservaring? Denk, wat bedoelt diegene mee? Ik denk gewoon je schoolervaring. Laten we het daarop houden. Mijn schoolervaring. Zei ik ook al, als ik het kan. Mag ik even? Ja, ik denk dat diegene gewoon bedoelt je schoolervaring. Dus wat je gestudeerd hebt. Was en, je op school misschien, hè? Dat kan ook. Misschien was je niet zo'n type die van les hield of zo, dat soort dingen. Ah, dat soort dingen. Nou ja, misschien, goed. Ik weet niet hoe die vraag precies. Ja. Als ik je dan toch moet meenemen naar die tijd. Ja, ik heb 4 zussen, een zusje en een broer. En wat deed ik? Ik zat op het VMBO. Vanuit het VMBO ging ik HBO doen. En vanuit HBO heb ik 1 jaar gedaan. Heb ik mijn P gehaald. En toen ben ik gestopt. Ja, dus eventjes terug naar het VMBO. Ja. Ja, weet je, ik denk dat ik gewoon hartstikke doorsnee was. Gewoon gemiddeld normaal. Ja. Weet je, ik bedoel, kijk. Wat ben je gaan doen toen je bent gestopt? Ging de sales in. Je bent toen de sales ingegaan. Ja,
Ja. En we weten allemaal wat je toen bent gaan doen. Ja. Maar voor de mensen. Kun je terugluisteren in deel. Precies. Even reclame maken voor, voor onze eigen aflevering. Ja. Ja, goeie. Ik hoop dat je vraag hiermee beantwoord is. Dus ja, weet je, kijk, ik heb niet echt een heel spannend verhaal van, oh, dit is zwaar, dit was zus of zus of zo. Ja. Weet je wel, ik ben van mening dat mensen in een oorlog het nog zwaarder hebben dan wij. Dus ja, weet je, ik was gewoon hartstikke doorsnee. Oh. Tuurlijk met de beperkingen van toen. Oh. Weet je wel, mijn vader was ook gewoon vuilnisman. En ja, dat eigenlijk. Maar je was happy. Ja. Mensen zijn tegenwoordig ook gewoon heel erg benieuwd. Omdat vooral mensen, de jeugd van tegenwoordig, die heeft heel erg het gevoel dat school niet bijdraagt aan hetgeen wat ze echt willen doen. Ja. Dus dat school niet inspeelt op de passie die ze hebben, de kwaliteiten die ze hebben. Het is gewoon het gemiddeld onderwijssysteem. En ik denk dat degene die deze vraag stelt, het idee heeft van oké, heeft de school misschien wel nut? Of hoe was jouw ervaring? En, ja, ik denk wel dat het nut heeft. Niet zozeer zeg maar om je passie te ontwikkelen, maar om je basiselementen te leren, zoals bijvoorbeeld schrijven, rekenen en jezelf terugvinden. Want je hebt te maken met heel veel scholieren en je leert jezelf op een gegeven moment kennen. Ja. Dus zorg ervoor dat je die basis in ieder geval aanleert. Dus leer schrijven op een professionele manier. Dan heb ik het niet over, ik ga naar school en ik ben blij. Ja. Maar gewoon op een kwalitatieve manier te schrijven, maar ook jezelf te uiten. Ja. Maar dat kun je trouwens, dat laatste keer ook nog gewoon leren op je werk. Mm-hmm. Maar ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. En absoluut. Vanuit die positie kun je nog altijd kiezen. Misschien vind je je passie wel terug en wil je denk ik bijvoorbeeld architect worden of chirurg. Nou ja, dan heb je school gewoon nodig. Afhankelijk van wat je passie is. Ja. Ik heb ook wel eens neefjes die tegen mij zeggen van, ja, weet je, ik word sowieso rijk later of ondernemer. Wat heb ik nou aan school? Weet je wat ik tegen die mensen altijd zeg? Ik zeg, luister heel goed. Je hebt nou jouw school, heel simpel hè. Op het moment dat je niet iets hebt waarvoor je wil gaan, voor volle 100%, waarvan je zegt, dit is mijn passie, hier geloof ik in. Als je dat moment nog niet voor je hebt, als je dat moment nog niet bereikt hebt, blijf op school. Precies. Je kan niet zeggen van oké, ik zeg mijn school op en ik ga gewoon even, ik ga even kijken of er iets op mijn pad komt, de wet van de aantrekkingskracht. Ja. Nou, je probeert wel al iets te hebben waar je naartoe kan werken. En dan zou ik zeggen van oké, als je basisschool, middelbare school hebt gehad, heb je in principe genoeg rekenvaardigheid, weet je hoe je mail moet schrijven in het Engels en het Nederlands. Dan zou je kunnen zeggen van oké, Bill Gates, et cetera, die hebben dat ook allemaal gedaan. Tuurlijk. Maar die hadden iets waar ze aan gingen werken in de garage. Ja, Steve Jobs ook. En dus niet zomaar je baan opzeggen, blijf vooral studeren. Ja. En als je iets anders hebt waar je aan wil werken, doe dat. Zolang je maar iets hebt om wakker voor te worden. Ja, exact. Niet dat je wakker wordt en denkt van, wat moet ik nou gaan doen? Precies. Goeie. Volgende. Wat is een concrete tip die iedereen in elke branche direct toe kan passen? Mooie vraag. Ja, zeker. Tegelijkertijd ook heel breed. Ja. Elke branche direct toepassen. Maar wel concreet. Ja. Een tip die ze standaard kunnen toepassen in elke branche. En direct toepasbaar, dus waar je geen plan voor hoeft te schrijven. Of, dat is wel echt. Ja, is het meest makkelijk. Ik weet er wel eentje. Ik ook. Zeg maar. Starten. Doen. Doen en bellen. Ja. Als jij iets hebt wat je middels cold calling kan verkopen, gewoon bellen. Of ergens naar binnen lopen. Ja. Zoals je zegt, start. Ja. Gewoon doen. Let's go. En dat is waar de meeste mensen op blijven hangen, toch? Ik ging dan gelijk heel breed doordenken. Ik dacht van oké, is goed groothandels kunnen bellen. Weet je, brands kunnen bellen. Online shops. Mama, ligt eraan of je een B2B-tak wil hebben. Maar een coffeeshop of een theehuisje of whatever. Oh. Ja, die kunnen dat wat minder, zeg maar, weet je wel. Dus eigenlijk gewoon doen. Weet je, dus doen. Dat is echt wel mijn antwoord is van doen. Ja. Als je ergens in gelooft, denk het door en doe het gewoon. En ik snap dat diegene misschien op zoek is naar een tip wat ze in elke branche kunnen doen. Maar goed, het ligt er maar net aan dan weer. Welke positie staat je bedrijf binnen die branche, zeg maar. Weet je. Dus het is een hele brede vraag waarbij je niet één antwoord hebt.
goed voorbeeld van gewoon doen was van Nassima El-Bashiri. Die is hier ook geweest, de moeder van Mr. Marwan. Yeah. Die begon toen met een schoonmaakbedrijf. En die liep gewoon met een mapje ergens naar binnen. Toen ze nog eigenlijk geen mensen in dienst hadden. Die liep ergens bij een kantoor naar binnen. Die zegt, wij kunnen dit en dit aanbieden. Oh, daar zie ik nog wat zitten. En trouwens ook voor de helft van de prijs of iets in die richting. Dus die had letterlijk nog geen mensen in dienst. Geen klanten of misschien één klantje of twee. En, yeah. Ja, die is letterlijk met niets begonnen en die ging gewoon ergens naartoe. Die ging gewoon. Precies. En die deed gewoon, zoals jij zegt, Mo. Dus dat is zeker een goed advies. Hopelijk is je vraag hiermee beantwoord. Hadden jullie nog iets toe te voegen op deze vraag? Marwan, jij misschien? Nou, ik kan zeg maar wel begrijpen wat Mo zegt van gewoon doen. Want soms vind ik mezelf daar ook wel in dat ik, laat me zeggen, ik wil een webshop beginnen en dan denk ik, ik moet nog dit tweaken, dit moet echt perfect. Nee, gewoon doen, starten, al ziet het er niet heel goed uit. Ja. Gewoon beginnen, toch? Ja, precies. En het hoeft niet altijd perfect te zijn. Gewoon beginnen en dan vervolgens krijg je wel feedback. Kijk, weet je, een van de grootste bedrijven in Nederland zegt het ook. Hè? Coolblue zegt elke dag een beetje beter. Juist. Dus zij zijn zich ook bewust van het feit dat zij niet perfect zijn. Klopt. Maar dat ze elke dag een beetje beter worden. En dat kan voor jou dus ook zijn. Ja. Mooie uitspraak inderdaad van Pieter Zwart. Je krijgt ook elke dag meer data. Als je het gewoon gaat doen, in dit geval dan even voorbeeld van Coolblue. Je krijgt heel veel data van klanten en aan de hand van die data kun je een beetje beter worden. Precies. Maar als je op je lui stoel blijft zitten en alleen maar plannen maakt en niet doet, krijg je geen terugkoppeling. Je doet niks, je hoort niks in het veld of van diegene die je belt. Dus je kan je businessmodel niet aanpassen. Het is eigenlijk heel simpel. 20 seconden iets doen heeft nog steeds meer waarde dan 20 minuten denken over wat je kan doen. Ja, simpel. Heel goed. Mooi advies. Gaan we door naar de volgende vraag. Hoe ga je om met concurrenten die hetzelfde product verkopen als jullie? Niet? Je kijkt er niet naar. Nee, het valt niet eens op. Nee. Tuurlijk, het valt altijd wel op. Kijk, ze verkopen dezelfde producten als wij. In die branche zijn we toch nog best wel een nieuwkomer, om het maar zo te zeggen. Vooral als we kijken naar op wat voor podium we opereren. Ik kan natuurlijk niet alle concurrenten in de gaten houden. En wat ik daarmee probeer te zeggen is dat ik mij niet alleen focus op Nederland. Inmiddels is Nederland sinds vorig jaar niet meer onze grootste land, zeg maar, waar we onze inkomsten vandaan halen. Ja. Dus dat is ook wel wat is op nu een gegeven grootste moment land? Gaan verschuiven, Duitsland. Leuk. En dus wat je dan doet, zeg maar, is dat jouw focus gaat verplaatsen naar andere landen. En je kijkt naar de ontwikkelingen daar. En niet zozeer naar je concurrenten. Want ik denk niet dat je moet bezighouden überhaupt met concurrenten. Moet je Duits spreken en moet je die mensen allemaal volgen en checken. Bijvoorbeeld, maar ook omdat het helemaal geen toegevoegde waarde zal brengen naar je bedrijf toe. Want wat is uiteindelijk het doel van elk bedrijf? Het doel is om in ieder geval tevreden klanten te hebben. Dus je moet je voornamelijk bezighouden met je klanten en niet met je concurrenten. Want als jij je bezig gaat houden met je concurrenten, dan ga je dezelfde fouten maken als je concurrenten. Terwijl je precies juist beter probeert te zijn dan je concurrenten. Dus houd je niet bezig met je concurrenten. Totaal niet bezighouden met je concurrenten? Of natuurlijk wel een beetje zeg maar afkijken? Van afkijken in de zin van? Nou, laten we zeggen, zij zitten bij zeg maar die groothandel. Van nee, zou ik daar ook binnen kunnen komen? Ja, oké, tuurlijk. Maar dan kijk je dus niet zozeer naar die concurrent omdat hij bij die groothandel zit. Dan kijk je naar die groothandel. Snap je wat ik bedoel? Ja. Daar moet jij je dan op focussen. Tuurlijk, je ziet ze wel voorbij komen. We gaan ze niet negeren, maar je houdt je er niet mee bezig. Right. Snap je? En functies op je, laten we zeggen, op je krultang of zo. Zeg maar, kijk je dan bijvoorbeeld, die hebben een functie die jij dan niet hebt. Zou je dat dan toevoegen omdat zij dat hebben? Of kijk je daar gewoon helemaal niet naar? Nee. Dat is inderdaad een goeie, zeg maar. Want naar concurrenten kijken kan op heel veel diverse manieren. Als we dan puur gaan kijken naar producten, proberen we daar wel vooruitstrevend in te zijn. Dus, wel echt competen natuurlijk dan. Ja, maar goed, dan kijk je eigenlijk net als geef je maar een voorbeeld. Elektrische auto's op dit moment. Marktleider, Tesla. Ja. Dus waar kijken al die merken naar? Is naar Amerika of naar in dit geval Tesla. Maar goed, die markt is wat kleiner en weet je, is wat meer geconcentreerd. Maar wat je dus doet, is je kijkt wel zeg maar naar merken die vele malen groter zijn dan jij. En je ziet waar ze mee bezig zijn op het gebied van productontwikkeling. Weet je wel? Kijk, soms zie ik wel eens wat mogelijkheden binnen onze branche.
Of binnen bepaalde categorieën van producten. Maar dan ben ik van mening dat het nog te vroeg is. Ja, ja, okay. Weet je? Oh. En soms inderdaad zie ik bijvoorbeeld een ontwikkeling bij een merk. En dan ben ik daar heel vroeg bij. Is omdat ik natuurlijk wereldwijd al die beurzen bezoek. Zie ik ook heel veel en heel snel. En dan denk ik van, oh, dit is iets waar we inderdaad ook wat mee kunnen. Ja. Dus dat moeten we dan ook toepassen. Dus inderdaad, op die manier wel. Laat je wel inspireren. Ja. Laat je wel inspireren door je concurrenten. Vooral als ze groter zijn als jij. Maar raak er niet door geobsedeerd. Ja, hou je niet veel ermee bezig. Absoluut. Precies. En want concurrentie is sowieso gezond, hè? Precies, precies. Kijk, de concurrentie is juist een hele gezonde, dat houdt je scherp. Oh. En houdt je ook dan creatief. Dus wees en blijf vooral creatief. Mensen willen tegenwoordig niet meer creatief zijn. Soms krijg ik berichten van, hey Mo, ik heb geld, ik wil wat doen, ik weet niet wat. Kan je wat voor me vertellen? Kan je me vertellen wat ik kan doen en hoe ik het moet doen? Oké, is goed. Nee, niet dus. Kan ik niet. Nee. Weet je, dus probeer een beetje creatief te zijn. Ik bedoel, Steve Jobs is ook geïnspireerd geraakt door Nokia. Ik bedoel, hij heeft gewoon gekeken naar Nokia. Hij heeft ze niet gekopieerd, maar door middel van creativiteit, zoals jij zegt, heeft hij op een bestaand product een innovatie doorgevoerd, waardoor heel Nokia niet meer bestaat. Nee, maar dat is het ook nu ook een beetje het ding in de hele wereld. Hè? Ik bedoel, sinds Steve Jobs, sinds hij met revolutionaire dingen is gekomen, zoals bijvoorbeeld een iPhone, een iPod destijds. Hij kwam met heel veel revolutionaire dingen. Yep. iPod, iPhone, tablet, of de iPad in dit geval. En de laatste dan, wil ik niet echt spannend noemen, maar een iWatch. Ja. Sindsdien, wat is er gekomen nog? Ja, het valt me inderdaad. Ja. Weet je? Het creatieve brein is dood. Ja. Een mooi bruggetje dan naar mijn andere vraag. Wat helpt jou het meest met inspiratie of creativiteit opwekken naar dan bijvoorbeeld een stressvol of gefaald project? En dan tussen haakjes, luister je dan een podcast, lees je een boek, kijk je iets, een serie? Of wat doe je om creativiteit op te wekken? Of ga je juist in bad zitten? Ja, dat is een goeie. Dus je pint nu echt op het creatieve gedeelte, hè? Laten we zeggen, je wilt een nieuwe klant binnenhalen. Hoe bedenk je die stappen ernaartoe? Ik denk dat je dat natuurlijk nu wel weet, want je hebt het vaker gedaan. Mm-hmm. Maar in het begin, hoe werkt die dat uit voor jezelf? Ik zag je heel eerlijk zeggen, ik heb heel veel geleerd. Heb ik ook in deel 1 gezegd. Ik heb heel veel geleerd van The Prophet. Dat is een serie op RTLZ. Ja. Heb ik nu ook al benoemd. Ja. En één keer in de zoveel tijd verplicht ik mij mezelf, zeg maar. Wanneer ik het gevoel heb dat ik me te comfortable voel, dan ga ik het weer opnieuw checken. Oké. Snap je? Grappig. En dan haal ik daar. Weet je waarom? Is omdat The Prophet, zeg maar. Het is een serie waarin hij dus, zeg maar, startende ondernemers of ondernemers helpt die vastzitten. En ondernemingen, dat zijn allemaal bedrijven. En die hebben heel veel raakvlakken met elkaar. Want ze lopen tegen dezelfde problemen aan, maar net even met een ander soort type product. Dus vaak als ik dan ergens tegenaan loop, dan kijk ik daarnaar. En dan vind ik vaak wel een antwoord. Maar wat je ook zegt, dat was vooral in het begin. En nu doe ik het als ik me te comfortable voel. Maar ik ben gelukkig wat dat betreft vrij humble. Dus dat doe ik niet zo snel. Maar die serie die heeft mij echt wel geholpen, zeg maar, om bepaalde keuzes te maken en inzichten te geven. Ja. Okay, en dat was vooral in het begin. En nu ben ik er best wel doorgewinterd in en ben ik vooral bezig met data en cijfers. Okay. Kijken, wat hebben we vorig jaar gedaan? Wat waren onze tekortkomingen in dat jaar? Of wat hebben we juist heel goed gedaan in dat jaar? En dat herhalen. Ja. Elke keer weer. Dus consistent zijn. Okay. Ja, dat is natuurlijk een stukje volgende fase van ondernemerschap. Hè? Dus in het begin ben je heel erg onzeker, tegenslagen, et cetera. Op een gegeven moment ga je natuurlijk dat stukje data vooruit plannen en dan is het inderdaad daarop inspelen. Precies, ja. Dus dat doe je goed. Ik zelf heb altijd baat bij gewoon even nergens aan denken. Dus gewoon douchen, nergens aan denken of sporten, nergens aan denken. En dan komt meestal de oplossing voor het eventuele probleem komt vanzelf. Dus ik heb dat heel erg met ontspanning. Oké. En voor jou is dat dan The Prophet kijken, is ook een stukje ontspanning. Heel ontspanning, want ik zit op de bank en het is niet dat ik echt gekluisterd aan zit, maar dan zit ik gewoon half in mijn telefoon en half te luisteren. Ja. Want ik ken al die afleveringen inmiddels wel. Maar dan denk ik van, oh wacht eens eventjes, dit is het misschien. Ja. Maar inderdaad, ik ben bijvoorbeeld sinds kort ook gestart met padel. En dat vind ik ook heel ontspannend. Dat is helemaal hot, hè, dat padel. Ja, dat is echt, maar dat is ook echt leuk. Ja, eerlijk is eerlijk. Een soort van tennis of zo, toch? Het is... Dat is squash, zeg maar. Oh, dus tegen een muur is squashen. Oh, ja. Tennis, dezelfde opzet als tennis. Huh? Alleen dan heb je, zeg maar, achter je een muur. Dus laten we zeggen, de tegenstander die schiet de bal. Nee. Hij valt dan aan jou, bijvoorbeeld op jouw gedeelte. Hij mag dan tegen de muur
aangaan, dan weer vallen en dan kan je weer terugslaan. Oh, vet. Nee. Snap je? Dus het is veel intensiever, je bent veel meer bezig. Want bij tennis, als hij uit is, is hij uit. Ja, maar hier heb je dus nog een second chance. Dat is dan een van je hobby's, zeg maar. Nu. Ja, ja, ik had voorheen geen hobby's, tot 2 weken geleden, nu heb ik dat wel. Dus, ik heb een vraag voor mezelf. Hoor. Tuurlijk, ja, ja. Luister je ook, zeg maar, andere podcasts, mijn concurrent? Eerlijk? Nee, man. Echt gewoon niet? Nee. Dan heeft hij geen tijd voor je. Ik vind het zelf wel, want zeg maar, ik heb wel eens lange afstanden die ik moet doen. Mm-hmm. En dan luister ik wel gewoon een podcast. Ja. Ik weet niet of je misschien kent, My First Million, vind ik wel leuk. Nee? Nee. Dat is zeg maar ook iets, die hebben het dan over business ideas. En daar trek ik dan ook wel echt inspiratie uit. En dan denk ik van, oh ja, 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 dat goed. Is het Engels? Ja, dat is wel. Oké. Okay. Weet je wat het is met die Engelse podcast wat ik heel vaak heb, zeg maar? Want ik heb het wel eens geprobeerd, hè, om een podcast te luisteren. Maar ik hou gewoon, zeg maar, van mensen die op een normale manier praten. Ja, ja, maar dat is het ook. Het zijn echt gewoon twee mannen eigenlijk die gewoon over, die spitten gewoon een idee. Ja, ja, snap ik. Maar ik heb het dan ook gewoon lekker normaal Nederlands praten. Oh, zeg ja, maar. Weet ja, je wel? Ja. Ik ben wel eens vaak in Amerika geweest en ik vind die mensen heel erg nep, zeg maar. Weet je wel? Ja, maar dat komt omdat ze anders zijn. Ik zeg niet dat dat minder goed is of zo, maar mijn persoonlijke voorkeur gaat daar niet echt naar uit. Het is ook een beetje je gevoel met de taal, denk ik. Ik heb bijvoorbeeld met boeken lezen, vind ik Engels boek, vind ik helemaal niks. Ik heb liever Nederlands. Vooral met die businessboeken. Geef mij maar Nederlands. Ja, ja, zeker. Dat begrijp zeker. Ik volledig. Ja. Voel ik me chill erbij. Ja, ja. Zoals op podcast, ja. Heb ik niet. Ga je nou reclame zitten maken voor de podcast? Nee. Nee, maar dat is iets ik dacht. Ik krijg straks een tikkie. Nee. Geef niet, het is je debuut. De naam maar eruit. Nee, maar check hem vooral. Hoe heet het? My First Million? Ja, en die. Het is eigenlijk een beetje het concept dat je ook aan hebt. Het is wel grappig. Goeie. Leuk. Heb je nog een vraag van een van onze volgers, van ons Instagram-account? Hoe ga je om met tegenslagen? Maar dat is een beetje inherent aan de vraag die jij net stelde. Mm-hmm. Een beetje, anders gaan we weer dubbelop vragen beantwoorden. Ik denk dat dit wel een goede is. We gaan zo richting het einde van de podcast, want we zijn ongeveer een uur bezig. Ik denk dat dit wel een mooie afsluiter is. Zal ik nog die één vraag stellen? Dat is die ik goed. Heel graag zou willen stellen. Ja, doe ik een vraag en dan sluit jij hem af met de laatste vraag. Die laat als volgt de ene laatste vraag. Hoe vind ik iets wat ik leuk vind en waar ik een passie voor heb? Dus we hebben het net gehad over probeer iets te doen waar je een passie voor hebt. Maar nu is de vraag van oké, hoe vind ik zoiets? Want dat is een vraag die veel luisteraars zichzelf stellen die naar deze podcast aan het luisteren zijn. Wat zou jij die mensen willen adviseren? Weet je, ik denk dat het op een gegeven moment gewoon op je pad moet komen. Je kunt zoiets niet gaan forceren, denk ik. Weet je, dus kijk. Bij mij was het zo dat ik was gestart als sales guy bij diverse ondernemingen. En ik vond dat stukje vond ik leuk, alleen de manier van managen vond ik dan niet leuk. Dus de manier waarop mijn managers mij gingen managen, dat vond ik niet leuk. Want het moest altijd meer en meer en meer en meer en meer zijn. Maar ik vond de sales op zich wel leuk. Dus op een gegeven moment, toen ben ik weggegaan bij sales en ging ik iets anders doen. Toen ging ik dus zeg maar mensen managen. Aansturen en aannemen. En dat vond ik ook heel leuk voor een bepaalde periode. Alleen de passie zat hem dan niet zeg maar in de functie, maar in het bedrijf. Ik vond het bedrijf waarin ik werkte hartstikke leuk. Dus ik miste het salesgedeelte wel. Alleen ik had mezelf beloofd nooit meer te gaan werken voor een manager in die branche, zeg maar, sales. Omdat ik wist dat ze in grote lijnen hetzelfde zijn. Ja. Ik train mijn eigen sales managers immers ook zo op. Dat ze ook zo moeten zijn. Omdat het werkt voor die variant zeg maar, van het bedrijf. Of dat gedeelte van het bedrijf. Ja. Maar desalniettemin is het niet de manier waarop ik het leuk vind zeg maar, om gemanaged te worden. Maar er zijn ook heel veel mensen die het wel gewoon kunnen. Hè? Maar het is een persoonlijke voorkeur. Mm-hmm. Dus eigenlijk, doordat ik zeg maar diverse dingen heb gedaan, ben ik erachter gekomen wat mijn passie is. Passie, of wat je leuk vindt, of wat ik leuk vind. Oh, ja. Dus ik vond het leuk. Klinkt heel gek eigenlijk om te zeggen om geld te verdienen, maar iemand zo gedreven door geld ben ik nou ook weer niet. Maar ik vond de kick gewoon heel leuk, zeg maar. Weet je wel, om van niets iets te maken. Ja. Je bereikt echt wat. Daarom ben ik hier ook voor de tweede keer op deze podcast. Weet je wel, ik vond van niets naar iets vind ik gewoon hartstikke leuk. Ja. Nee, dus ik vond het leuk om van niets iets te maken. En dan kwam je achter door veel verschillende dingen te doen. Door diverse dingen te gaan doen. Dus ga vooral niet stilzitten. Weet je, kijk, ga gewoon lekker werken. En als je een idee hebt, betekent niet dat de enige manier is om die idee uit te voeren door gewoon te blijven wachten tot er iets op je pad komt. Nee, ga andere dingen doen.
weet je wel. En op een gegeven moment kom je erachter. Ja. Weet je, ik bedoel, ja, sommigen hebben het geluk dat ze hun liefde van hun leven in één keer vinden. Ja. En de anderen die moeten een paar keer daten. Ja. Weet je, dus... En raak vooral niet teleurgesteld als je iets probeert en het lukt niet. Of je bent heel veel verschillende dingen aan het doen en je vindt je passie niet. Blijf gewoon doorzoeken, toch? Precies, inderdaad. Ja. Niet te veel bij stilstaan. Bij risico's ook niet denken van wow, gewoon doorgaan. Ja. En ik denk ook niet forceren. Precies. Dat je echt per se de hele avond gaat googlen van... ik ben op zoek, of ik wil een bedrijf oprichten. Wat past bij mij? Ik ben ik kan goed praten of iets in die richting. Ja, dan krijg je misschien wel wat advies, maar kijk vooral naar je onderbuik. Ik denk dat heel veel mensen tegenwoordig niks meer doen met hun intuïtie. Onderbuikgevoel. Ja. Terwijl dat is het belangrijkste. Zeker. Het eerste wat hier opkomt, dat is je intuïtie. Ja? En je intuïtie heeft eigenlijk altijd gelijk. Ja, vooral in het begin. Ook voor je bedrijf, om je bedrijf te sturen. Ja. Luister naar je intuïtie, totdat je het hebt, totdat het echt staat en het groter is dan jijzelf. Dan moet je luisteren en kijken naar cijfers. Ja, en een goed team om je heen bouwen. Ja, ja, precies. Mooi. Okay. Marwan, jij had nog een mooie vraag in de koker, toch? Ja, laatste vraag dan. Je bent weer 21. Wat zou je anders doen? Als je dus zeg maar de branche waar je nu in zit niet mag kiezen. Wat zou je dan doen? Als ik deze branche niet mag kiezen? Ja. Dan zou ik hoogstwaarschijnlijk projectoren verkopen. Als in? Beamers. Oh, beamers, dat bedoel je. Oké, okay. Hoezo zou je dat doen dan? Wat is daar reden voor? Omdat elk kantoor wel zo'n ding nodig heeft. We krijgen er steeds meer rijkere mensen bij. En iedereen vindt dat wel leuk. Tijdens bioscoop. Ja, dat soort dingen. Dus nee, maar ik had ooit een research gedaan naar het product. En ik ging kijken naar het afzetmarkt. En ik vond het op zich wel interessant. Maar in de basis niet zozeer projectoren. Maar niet uit wat, joh. Maar dat is dan als product. Maar wat zou jij, zeg maar, de stappen die je nu bereikt, wat zou je iets anders? Helemaal niks. Niks, gewoon hetzelfde. Nee, hou ze gewoon doen wat hij leuk vindt. Ik zou precies waarschijnlijk met dezelfde ex-vrouw hebben getrouwd en getrouwd geweest. Alles. Want weet je, ik ben niet happy, zeg maar, op het moment. Dus ik ben hartstikke happy met de persoon wie ik ben. Dus als ik 21 ben en ik mag puur die branche niet kiezen, dan doe ik alles hetzelfde om uiteindelijk weer te komen waar ik nu ben, want ik ben nu happy. Ja precies. Oh, snap je? Dus als je zegt van oké, goh, ik zou dit of dit anders doen, natuurlijk misschien een paar her en der kleine keuzes anders maken, maar ook weer niet, want daar leer je weer van. Want dat zou moeten betekenen, als ik die fouten niet had gemaakt, had ik het ook niet geleerd. Ja, okay. Ik denk dat je vooral zegt dat dat je op je 21ste al wist wat je wilde. Je wist wat je passie was, je wist hoe je happy kon worden. En of het nou projectoren, hairstyling tools of Lamborghinis verkopen is. Ja, het maakt allemaal niet uit. Je had het allemaal gedaan op je 21ste. Yeah. Dus dat is een mooie. Is daarmee je vraag beantwoord, Marwan? Ja, zeker. Kijk. En we hebben natuurlijk ook nog iets leuks. Hè? We hebben alle vragen behandeld nu, maar we hebben nog iets leuks in de pijplijn. Mm-hmm. Je bent geselecteerd voor Global People Award. Oh, ja, natuurlijk. Awards. Ja, klopt. Ja, inderdaad. Hoe vertel daar eens meer over als je wil. Nou ja, een volger van mij waar ik wel eens contact mee heb, die heet Ridwan Asakali. Hij was de winnaar van de Rising Star vorig jaar, als ik me niet vergis. En die had me daarvoor genomineerd. Want als winnaar mag je dus iemand nomineren voor het jaar daarop. Ja. Dus stel ik win, dan mag ik weer iemand nomineren. Ja. En die had mij dus genomineerd. En die zei van, hey Mo, weet je, ik kijk vaak naar je snaps. En weet je, ik ben wel geïnteresseerd op de manier waarop jij dingen doet. En dat vind ik wel leuk. Dus ik heb je genomineerd daarvoor. Leuk, man. En toen zei ik tegen hem van, oké, is goed, dankjewel. Prima, weet je, leuk. En die organisatie, die haatte mij in het begin, denk ik. Is omdat ik dacht van, oké, is goed, prima. Ik ben genomineerd. Ik moest even een dagje langskomen om een pitch te houden met wie ik ben. Maar ik moest ook opeens allemaal dingen gaan doen die ik helemaal niet gewend was om te doen. Ja. Ik moest een biografie aanleveren. Ik moest een foto aanleveren. Een professionele foto. Ik zei tegen ze, jongens, ik ben een ondernemer. Ik ben geen artiest. Ik was ooit een artiest in het verleden, maar die foto's kan ik niet aan je sturen. Weet je wel? Dus ik zei tegen hem, ik ben een ondernemer. Ik heb geen biografie. Ik heb geen... Je had er eigenlijk niet zoveel zin in. Nou, je dacht even snel meepakken, maar... Het is niet, weet je wat, heel eerlijk gezegd, het is niet zozeer dat ik er geen zin in had. Maar ik dacht bij mezelf van, oké, is goed, weet je wel, het zal... Je had niet verwacht dat er zoveel tijd en moeite in gestoken moest worden. Precies. Dus uiteindelijk, ik ging daar naartoe. En op een gegeven moment zag ik dat het een hele happening was. Weet je wel, bij ING, hoofdkantoor. Ja, ja. Weet je, ik moest voor een jury, moest ik mezelf gaan presenteren binnen zoveel minuten.
Ja, goed, ik ben een sales guy, dus ik verzin altijd wel wat. Weet je wel? Dus ik dacht van, oké, welke pitch ga ik aanhouden? Nou, doe ik dat en dat en dat wel. Kun je die pitch nog een keer doen? Nee. Dan gaan we over de tijd, zeg maar. Nee, maar dus op een gegeven moment toen dacht ik van... weet je, we zien het wel. Ja. We zien het wel. Afgelopen maandag toen moesten we met alle genomineerden terugkomen. Dat zijn dus 8 mensen per categorie. En uit die 8 werden er dan 3 finalisten uitgekozen. Mm-hmm. En die gaan dan weer een ander traject in. Ja. En uiteindelijk is die show op 26 november. Okay. Ik neem het nu wat serieuzer. Dus je zit in de finale, die datum zet maar op. Dus met 2 andere ondernemers. Ja, klopt. En mensen kunnen op jou stemmen. Hoe werkt dat? Nou ja, goed, dat weet ik nog niet. Wie stemt erop? Als het goed is. Ik want jij weet, jouw moeder heeft er al meegedaan, toch? Ja. Eerst begin je namelijk met e-mail stemmen, als het goed is. Oké. En op de avond zelf sms'en. Sms'en en de jury, hè? En dan de jury, ja. Ja. Dus in eerste instantie straks, jongens, iedereen die meeluistert. En de jury telt het zwaarst, volgens mij. Dan gaan we een link erbij toevoegen waar ze kunnen stemmen. Ja, jammer dat we dat nu al niet weten. Want Nessima, die heeft volgens mij ook de finale gewonnen, jouw moeder, toen. Of was ze finalist? Ze was finalist. Ja. Hadden we eigenlijk moeten weten welk e-mailadres we... Of tenminste, hoe dat mailen via... Ja, van een website. Ja? En dan zie je dat dus de 3 finalisten. Dan druk je op degene die waar je op wil stemmen. Vul je e-mail in. En dan moet je een code ook... Oké. Vanaf wanneer kan het stemmen beginnen? Nou, ik denk vanaf volgende week maandag gaan ze een filmpje opnemen, volgens mij. Weet je wel? Dus dan komen ze bij ons langs om een filmpje op te nemen. En dan op een gegeven moment ergens volgende week, denk ik. Ja. Zullen we het gaan doen? Ja. Ik had voor volgende week de aflevering van Faya Laurens gepland staan om te lanceren. Maar we gaan eerst die van jou lanceren. Oké. Mensen moeten eerst met op jou gaan stemmen. Ja, niet de linker. Ja, de linker bij inderdaad. Maar sowieso de website van Global People. Ja, dus volgens mij globalpeople.com of globalpeopleawards.com. En daar moet je gewoon op het mooie hoofd van Mo drukken. Op hem gaan stemmen. Ja, is goed. Want, heb je al een smoking? Nog niet. Hey, moet ik ook? Ik heb die ook helemaal. De dresscode is voor vrouwen zwarte gala-jurk, volgens mij. Of een gala-jurk. En de mannen ik zat nog te denken, want er zijn iets van 6 mensen die daar ooit geweest zijn. Zijn hier in de aflevering geweest. En ik kan natuurlijk via Mo wel een kaartje regelen. En toen zag ik staan zwarte smoking. Ik dacht, ik ben veel te dik daarvoor. Toen dacht ik, nee man, dat moet ik allemaal regelen. Zo laat me zitten. Ik volg het wel online. Ja. Maar leuk man. Dus mensen, gaan stemmen op Mo. Ja. Hij moet winnen man. Want we hebben ook een andere leuke deelnemer in de finale. Mariam Talhawi. Ja. Die zit ook binnenkort hier bij de Van Niets naar Iets podcast. Maar ik zou zeggen, stem eerlijk, stem ook. Stem eerlijk, komt goed, mogen de beste winnen. Uiteindelijk is het Mektab wie gaat winnen, dus daarom. Dat komt goed, inshallah. We hebben de vorige aflevering hebben we mooi afgesloten met een advies naar de luisteraars. Hè? Mm-hmm. Van wat zou je het beste kunnen doen om uiteindelijk te doen wat je wil gaan doen, om het zomaar te zeggen. We zijn natuurlijk nu een jaar verder, je hebt het ook weer een hoop ervaringen rijker. Ja. Wat zou je nu mee willen geven als finale laatste advies van deze aflevering aan de jonge luisteraars, maar ook aan de middeljonge luisteraars die hier zitten te luisteren? Wat geef je ze aan mee om te doen? Volg gewoon je hart en niet je vrienden of vriendinnen. Ze zijn jong, dus ze zijn echt wel op zoek, denk ik. Maar blijf dicht bij jezelf en bij je familie. En dan met familie bedoel ik dus direct gezin. Broer, zus. Niet zozeer nichten, neven, tenzij de verstandshouding daar heel goed is. Ja. Maar blijf gewoon lekker dicht bij jezelf en bij je familie. En zij hebben het beste voor je voor. Dus luister daar ook naar. Want in de basis is alles mogelijk. Alles is mogelijk. Ja, alles. En als je dicht bij jezelf blijft, blijf je altijd achter hetgeen staan wat je doet. Daarom. En dicht bij je familie word je altijd gesupport. Sky is the limit. Sky is the limit. Nee, sky is not the limit, man. We hebben geen sky is the limit. There is no limit. Als je inshallah zegt, is er there is no limit. Precies. Yes. En dan hebben we natuurlijk, helemaal in het begin, hebben we aangegeven van we gaan een mooie actie... Iets van een actie, wat kunnen we doen? Ik ga je in ieder geval voorrang geven. Ja. Dus we gaan Faya Laurens even doorschrijven. Dus ik weet niet of we op tijd zijn, maar volgens mij niet. Hè, want we hebben alleen dit weekend die 35% korting. Nou, dit weekend hebben we dus die 35% korting op een actie die we dan hebben En dit gedaan. Weekend is voor de mensen luisteren 7 oktober. Dus niet het weekend waarop deze aflevering gepubliceerd wordt. Maar we kunnen wel... we kunnen wel... Kunnen we niet een kortingscode niets iets? Ja, zoiets. En dan... En dan die 55% kort? Die voegen we toe, zeg maar, in de omschrijving. Niets iets. Okay, mm-hmm. Dat is wel zo leuk. En die houden we dan, zeg maar, actief tot aan
het eind van het jaar. En hoeveel procent kunnen we dan weggeven? Kortingscode, 10% of zo? 5%? Nou, het moet wel aantrekkelijk genoeg zijn, toch? Dus, roept u maar. U bent de baas, hè? Ja, ik moet de cijfers erop afgooien, om het maar zo te zeggen. Dat doe ik wel altijd, zeg maar. Ja. Dus ondanks het feit dat ik heel makkelijk praat en heel makkelijk dingen uit, maar dan wil ik het wel goed onderbouwd hebben. Ja, je moet even overleggen met de cijfers welke korting je kan geven. Onder andere. Is goed. Ja. Maar ook gewoon vooral waar het interessant is om in te zetten, zeg maar. Yes, ja. Dus de kortingscode is sowieso niets iets. Of het nou 10, 15, 25 of 95% korting gaat worden. Precies. Op de trimmers, krultangen, dat moet Mo nog even checken. Maar die code die gaan we in de beschrijving zetten. En we zetten dan ook bij hoeveel kortingen mensen precies, krijgen. Ja, en op welk productgroep. Bekijk de omschrijving en daar zetten we het in. En dan staat alles erin. Yes. We zijn weer lekker bezig geweest. Ben ik iets vergeten te vragen? Is Marwan iets vergeten te vragen? Wil je nog iets zeggen tegen de luisteraars? Nee. Ik denk dat we op zich over het algemeen veel hebben verteld. Ja. En inderdaad. Zeg inshallah en het komt allemaal en het komt goed. We zijn inmiddels 20 afleveringen verder. We hebben veel luisteraars bijgekregen. Onder andere ook door jouw mooie aflevering. Maar voor de mensen die jou nog niet volgen. Mm-hmm. Waar kunnen ze jou volgen op Instagram? In de volksmond word ik inmiddels alweer Mo Max Pro genoemd. Mo-Max Pro, toch? Mo-Max Pro Hair. Oké. En Snapchat is een heel allebei groot kanaal. Allebei hetzelfde. Voor de mensen die hairstyling tools willen, ik zei het ook in aflevering 1, maxprohair.nl, toch? Yes. Of anders bij Bol. Excuse.com. En anders bij Bol.com, Coolblue, Mediamarkt, al die grote partijen. Die verkopen allemaal spullen van Max Pro. Dus ga checken. Mo, ik zou zeggen, dankjewel voor je tijd. Yes, jullie bedankt voor de gezelligheid. En er komt vast wel een deel 3. Ja, als die 100 landengrens aangetikt is. Ja, dat moet dan wel, hè. Veel succes daarmee. Marwan, dankjewel dat jij in de studio wilde aanschrijven vandaag als co-host. Ik hoop dat je als 19-jarig broekie wat hebt geleerd van deze dinosaurus in ondernemen. Nee joh, Mo is ook hartstikke jong. Maar het is wel leuk om een keer zo'n setting te doen. Beste luisteraars, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dank jullie wel voor het kijken en luisteren. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Hoi hoi.